het werk wat door een activist gedaan moet worden, is bij lange na niet voltooid. Dus ik hoop dat het niet als zodanig wordt beschouwd door de huidige generatie. En doorgaat. En ook inziet de noodzaak om door te gaan. Heeft het zin om na 35 jaar onderzoek te eisen van de Mooiwana-slachting? Ja hoor. Anders blijft Suriname ingebreken. Het is daarom zin. En bovendien is het zo dat het een stuk van de geschiedenis is dat niet kan worden afgemaakt, ondanks gerechtelijke vonnis. Dus je kan het niet zo laten. Je kan het niet laten. Het heeft absoluut zin. En het zou voor Suriname zeer goed zijn, voor de generatie zeer goed zijn. Dus ik hoop dat het doorgaat. De nabestaanden hebben recht op de uitvoering van de uitspraak van het Inter-Amerikaans gerechtshof. Dus dat is een belangrijk argument om dat niet te laten voor wat het is. Daar heb ik me voor beijverd en daar sta ik nog steeds achter. Al ben ik nu niet actief meer. Het is noodzakelijk dat het gebeurt, want niet alleen de generatie van de nabestaanden hebben er recht op. Maar ook Suriname heeft er recht op. Die moet kunnen rekenen op de uitvoering van gerechtelijke uitspraken. Dus het is persoonlijk, één. En ten tweede, het is persoonlijk voor de nabestaanden en het ook persoonlijk voor Suriname. Omdat we hebben dit zien gebeuren, we hebben voor gevochten dat er iets aan gedaan wordt. En de internationale gemeenschap heeft zich ervoor beijverd. En je kan het niet zo laten. Je kan dat gewoon, je mag dat gewoon niet. Helemaal niet. Echt niet. De stichting Mooiwana onder leiding van meneer André Ayentuna en de stichting 8 december 1982 onder leiding van Sunil Umrosi, die werken nu samen. Wat vindt u daarvan? Geweldig. Geweldig. Ik vind het een voorbeeldig iets. En ik hoop dat ze dat voorzetten, want het is natuurlijk lang nog niet af. En het is iets Surinaams. Het is niet iets Okaans of Saramakaans of Creools of Hindustaans. Absoluut niet. Het is Surinaams. Dus hoe meer de mensen elkaar zoeken, vinden en optrekken met elkaar, des te beter het is voor Suriname. Dus ik ben er erg blij om.